Fantasy is een apart genre binnen diverse media zoals film, literatuur en televisie. Het gaat over ontwikkelde gebeurtenissen, verzonnen wijzen en imaginaire wereld. Bovendien spelen magie en andere bovennatuurlijke elementen veelal een belangrijke rol in het genre. Bella's zoon is altijd al een buitenbeentje geweest en doet alles op haar eigen manier. Wanneer ze verhuist naar het regenachtige Forks, verwacht ze geen veranderingen, totdat ze de mysterieuze en knappe Edward kunnen ontmoeten, een jongen die op dezelfde school zit als zij. Bella is meteen verliefd op Edward en het duurt niet zo lang voordat zij een passievolle relatie krijgen. Maar Edward is niet zoals de andere jongens. Hij kan ontzettend hard rennen, stopt rijdende auto's met zijn blote vuisten en is sinds 1918 geen dag ouder geworden. Het is een onsterfelijke vampier, maar niet zoals de andere vampiers. Hij drinkt geen mensenbloed. Hoe closer Bella en Edward worden, des harder ze moeten vechten om hun onmogelijke liefde in stand te houden. Wat moeten ze doen als Sarah en James, Edward's dodelijke vampiervijanden, in de stad aankomen en op zoek gaan naar Bella? Bella speelt zich niet af in een denkbeeldige wereld. Maar Lord of the Rings speelt zich wel af in een denkbeeldige wereld. Het speelt zich niet af in een parallele wereld, maar het verhaal speelt zich wel af in onze tijdsperiode. Er komen heel wat bovennatuurlijke elementen in voor, zoals Edward die een vampier is die geen mensenbloed drinkt en zijn rival Jacob is een weerwolf. In Twilight komen er wezens in voor die niet bestaan, zoals Jacob die een weerwolf is. Er komt heel veel fantasie in voor, maar het hoofdthema is eerder liefde, omdat hoofdpersonages Bella en Edward geliefden zijn.